vliegtuigen. Je krijgt er een instant reisgevoel van. Maar de laatste tijd komt dat gevoel gepaard met ook nog iets anders. Iets knagend, iets bijtend. Een soort van sluimerend schuldgevoel. Vliegschaamte. Ja, want mocht je het nog niet weten ondertussen, met het vliegtuig reizen is zowat de slechtst mogelijke manier voor het klimaat. Ja, want zelfs de ferry, zelfs de auto, zelfs de trein of de bus en zeker de fiets of je benen zijn veel klimaatvriendelijker dan reizen met het vliegtuig, wat al gauw zo'n 150 gram CO2 oplevert per passagier per kilometer. CO2 is één ding, maar er bestaan natuurlijk ook nog andere gassen die in die uitstoot van vliegtuigen zitten. Andere broeikasgassen, zoals stikstofdioxide of zoals waterdamp. En wist je trouwens dat de uitstoot van vliegtuigen voor 2/3 bestaat uit andere gassen dan CO2? Laat ons eens inzoomen op die waterdamp. Ja, want vliegtuigen die vliegen zo hoog, ietsje minder ver, die vliegen zo hoog dat de waterdamp en roetdeeltjes daarboven bevriezen. En dat zien we hier op de grond in van die strepen. Mooi hè? En die vliegtuigstrepen die worden eigenlijk contrails genoemd, van het Engelse condensation en trails. Die zien er misschien mooi uit, maar die condensatiesporen zijn niet zo onschuldig als je denkt. Ja, want die contrails die zijn niet zo onschuldig voor het klimaat. Nee, hoe die contrails precies het klimaat beïnvloeden, daar zijn wetenschappers nog niet helemaal uit. Maar dat ze het beïnvloeden, weten ze. Want een nieuwe studie heeft uitgewezen dat van de hele luchtvaartindustrie uitstoot 35% afkomstig is van contrails. Dat komt natuurlijk omdat die contrails ook een opwarmend effect hebben op het klimaat. Maar er is een oplossing. Ja, want vliegtuigen kunnen ook gewoon zonder contrails vliegen. Gewoon op Ctrl Z drukken. Nee, op een andere manier. Ik leg het je uit, want het is niet zo eenvoudig. Contrails worden enkel gevormd in die lagen waar er genoeg vochtigheid is. En de hoeveelheid vochtigheid verandert net zoals het weer van dag tot dag. Dus net zoals er weersvoorspellingen zijn voor hier op de grond, zijn er ook weersvoorspellingen voor hierboven. Van januari tot juni 2023 hebben ze dat dus 70 keer getest. En wat bleek, een paar honderd meter van hoogte veranderen is al genoeg om geen contrails meer te krijgen. Maar daar heb je misschien zelf al één of twee kritische vragen bij. Ten eerste vraag je je misschien af, ja maar zo honderden meter van hoogte veranderen, heeft dat geen impact op alle andere vliegtuigen rondom mij? En ja en nee, de regels zeggen dat je 300 meter afstand moet houden van de vliegtuigen rondom je, of 600 meter als je boven de 12.500 meter vliegt. Dus het vergt wel een beetje communicatie met de vliegtuigen rondom je, maar het is niet onmogelijk. De oplettende kijker heeft misschien ook nog een tweede opmerking, namelijk dat als je van hoogte verandert, dat je daar misschien ook wel extra brandstof bij verbruikt. En dat is zeker waar, maar modellen hebben uitgewezen dat het klimaatvoordeel 100 keer groter is door het ontbreken van de contrails dan door het extra verbruik van de brandstof. Maar zou het niet beter zijn, mochten er gewoon vliegtuigen zijn die helemaal niet op fossiele brandstoffen draaien? Hele goede vraag en die hebben ze al gesteld aan de Universiteit in Delft. En daar zijn ze bezig met een vliegtuig dat, jawel, elektrisch kan vliegen. Het zou 90 passagiers kunnen meenemen over een afstand van een 800 kilometer voor het opnieuw zou moeten opladen. Enige nadeel, de eerste vlucht die is pas gepland voor 2033. Tot die tijd zullen wij dus op een andere, klimaatvriendelijkere manier op reis moeten gaan. Zoals bijvoorbeeld met de auto of met de ferry of met de boot, met de trein misschien. Met